Vijf medewerkers van de Albert Heijn in Goorle zijn vanmiddag onwel geworden. De winkel werd direct ontruimd. De medewerkers waren aan het werk bij de bakkersoven. Ze klaagden over geïrriteerde ogen, misselijkheid en hoofdpijn. Niet veel later werden ze onwel. Ze zijn nagekeken door het ambulancepersoneel. Volgens de brandweer hadden ook andere medewerkers klachten, maar waren die minder ernstig. De brandweer heeft metingen verricht in het pand, maar de oorzaak van het onwel worden is nog niet vastgesteld. Rond 6 uur is de winkel weer opengegaan.